la muerte de mi madre. Ik ben Ala en ik kom uit Iran en ik ben nu 9 jaar, maar ik was 4 jaar toen ik hier naartoe kwam. Hij is geroken echt. Hij is geroken. Als ik aan thuis denk, dan denk ik aan mijn vader en moeder, aan mijn broertje, aan mijn vrienden, omdat hun ook in huizen wonen en zo. Dus daarom denk ik ook aan hun. Weet je vriendjes en vriendinnetjes hier ook dat je uit Iran komt? Bijna de hele school weet het. Ben jij dan verschillend doordat jij uit Iran komt? Ik eet soms ander soort eten. Oh, dat zijn broden. Dat eten ze heel vaak bij ons. Dat vinden ze lekker. Dat zijn Iraanse broden. En dit tafelkleed komt ook uit Iran. Behalve het Iraanse eten, wat is er nog meer anders? De kleding dat ik soms anders draag. Ja. Zo, waar zijn we nu? We zijn nu in de zolder, mijn lievelingsplek. Maar waarom is dit je lievelingsplek? Omdat het hier zo rustig is. En dan kom ik hier heel vaak zitten op dat ding, daar. En dan ga ik gewoon een beetje rustig stilzitten en kijken wat ik hier kan doen. Want hier blijf ik soms heel rustig en dan word ik heel rustig als ik boos ben. Ja. Als je later groot bent, hè, waar denk je dat je dan liever wil wonen? In Nederland of in Iran? Ja, in Parijs staat waar ik ga wonen. Ik vind Parijs mooier dan Iran. Omdat ik vind de Eiffeltoren zo mooi. Dus dan kan ik heel vaak naar de Eiffeltoren gaan en kijken hoe het eruit vandaag weer uitziet en zo.